zoals jullie misschien weten, woon ik zelf in Rotterdam. En ik woon hier niet alleen, ik woon namelijk met mijn huisgenootje Adila. Voor haar heb ik ook 4 andere huisgenootjes gehad. 2 daarvan waren hele goede vriendinnen van me. En 2 daarvan heb ik leren kennen doordat ze hier zijn komen wonen. Ik ga binnenkort verhuizen naar Engeland voor mijn minor. En daar krijg ik weer nieuwe huisgenootjes. En ik ga jullie vandaag wat meer vertellen over huisgenootjes. En ik geef jullie 7 aandachtspunten waar je een beetje op moet letten als je een huisgenoot hebt. Dus zoveel plezier. Punt 1. Spreek goed af of je samen kookt of dat je alleen kookt. Sommige mensen kiezen ervoor om apart te koken en apart boodschappen te doen. Zoals ik nu op dit moment doe met mijn huisgenoot. Maar toen ik hier net kwam wonen met mijn 2 andere huisgenootjes, toen hebben we eigenlijk altijd alles samen gekookt, samen boodschappen gedaan. Allebei kan heel fijn zijn, maar je moet het wel even goed en duidelijk afspreken. En als je samen boodschappen doet, is het dus ook de bedoeling dat je echt die boodschappen die je samen eet doet. En niet dat je alleen maar chocola koopt en je huisgenoot dat laat betalen bijvoorbeeld. En om daar door te gaan is het volgende punt ook best wel belangrijk. En dat is de schoonmaakspullen. Wie koopt die? Meestal als je samen woont heb je wel een algemene ruimte zoals een keuken of een badkamer. En het is heel belangrijk om af te spreken hoe je de schoonmaakmiddelen gaat kopen voor de algemene ruimtes. En hoe je bijvoorbeeld wc-papier koopt. Zorg dat je dat goed afspreekt of dat je desnoods een potje maakt waar je geld in doet. Waaruit die spullen gekocht kunnen worden. En nogmaals geld, koop dus dan ook alleen huishoudelijke producten als je het geld uit het potje gebruikt. Tip nummer 3 sluit hier vervolgens weer op aan en dat is dat je afspraken moet maken over en wie wanneer schoonmaakt. Dit kan je zowel gewoon samen afspreken, maar als je je huisgenoot niet goed vertrouwt of jezelf misschien niet goed vertrouwt, kan je ook altijd nog afspreken om een lijstje te maken waar je kan aftekenen, zodat je precies kan zien wat wanneer voor het laatst is schoongemaakt. Volgende punt is dat je goed moet aangeven of je wanneer je tentamens hebt en wanneer je moet leren of druk met school bent. Hier kunnen je huisgenoten dan vervolgens rekening mee houden, zodat je beter kan presteren. Als het misschien wat gezellig is bij je huisgenoot, kan het zijn dat hij of zij niet doorheeft dat jij belangrijke dingen te doen hebt. Laat ze daarom even weten dat je thuis bent en dat je tentamens hebt. En waar ik zelf best wel tegenaan ben gelopen, vooral in het begin, is dat je goed af moet spreken wie wanneer doucht. En dan zeg je niet, oh jij gaat zo laat die dag. Maar stel je weet dat je de volgende ochtend vroeg op moet, douche desnoods de avond van tevoren, wat ik heel graag doe. En anders, als je graag in de ochtend doucht, zorg dat je afspreekt wie hoe laat doucht. Zodat je niet zonder een douche de deur uit hoeft. Tip nummer 6 is afval. Zorg dat als je afval hebt, dat je dan goed afspreekt wie het wanneer wegbrengt. Zodat je niet met een vieze vuilniszak zit. Vooral in het weekend. Wat heel veel studenten hebben is dat ze het weekend naar huis gaan. Wij gaan vaak ook in het weekend naar huis. Dan wil je niet maandag thuis komen met een stinkende vuilniszak. Dus zorg dat je goed afspreekt wie die wegbrengt en wanneer. En tip nummer 7 is mijn laatste tip. En dat is dat je elkaar een beetje moet helpen. Je moet het zo leuk mogelijk maken voor elkaar. En stel, dat is heel fijn aan huisgenoten die ook, als je allebei studeert, dat je elkaar kan helpen. Dat je kan vragen, goh, wil je dit even nakijken voor me? Goh, ik moet een interview met iemand doen, mag ik jou interviewen? En die tip ga ik meteen toepassen, want ik ga even mijn huisgenootje proeven. Kijken of zij die tips heeft. Adila! Hey. Hi. Zo. Heb jij misschien nog tips voor mensen die met huisgenootjes moeten wonen? Jazeker. Het is ook heel belangrijk om leuke dingen samen te doen. Want als je elkaar nog niet kent, dan kun je elkaar op een andere manier leren kennen. En zoals bij ons onderhoud je de vriendschap ook nog. Dat is dus meteen elkaar helpen. Ik hoop dat jij ook wat aan deze video gehad hebt. Als je dat gehad hebt, geef dan even een duimpje omhoog. En als je zelf nog tips hebt, plaats ze dan vooral even hieronder achter. Vergeet niet even te abonneren op ons kanaal. En kijk hier mijn laatste video over 5 leuke plekken in Amsterdam. En hier kan je wel even kijken naar de geheimen van de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam. Tot de volgende keer. Doeg! Doei! Thank you.